Het idee is dat er komt een heffing op het bedrag wat clubs aan spelersalarissen betalen. En die heffing is progressief. Dat betekent dat bijvoorbeeld FC Zwolle 100.000 euro betaalt. Ajax misschien meer dan 10 miljoen. En Real Madrid misschien meer dan 80 miljoen. Dat betekent dat Real Madrid behoorlijk gepakt wordt in wezen. En die hebben dus minder geld over om spelers te halen, waardoor hun team wat minder goed wordt. Ajax heeft in vergelijking met Real Madrid wat meer geld over. Dus de wedstrijd Ajax-Real Madrid wordt ook spannender. Tegelijkertijd wordt ook de wedstrijd Zwolle-Ajax spannender, want Zwolle hoeft bijna helemaal niks te betalen. Dus de spanning in de competities wordt groter, waardoor het voetbal voor de mensen leuker wordt om naar te kijken. De plaatsing voor de Champions League is 10 miljoen euro. De kwartfinale halen levert nog veel meer op. Dus clubs moeten winnen om veel geld te verdienen. Daardoor gaan ze proberen de beste spelers te halen. En ze gaan die spelers dus veel geld bieden. Dat kan ook omdat ze 20 keer zoveel verdienen als vroeger. Dus de spelersalarissen gaan omhoog. En dus de kosten voor de clubs. Dat veroorzaakt nu de financiële problemen. Als je nou alle clubs een heffing gaat opleggen, zodat alle clubs gedwongen zijn minder aan spelers te betalen, dan gaan die spelersalarissen vanzelf omlaag. En dan worden dus ook de kosten voor de clubs lager en dus ook de financiële problemen. En als er dan nog eens een club besluit om één speler te veel te kopen, dan is dat ook een financieel probleem. Maar veel kleiner, omdat dat salaris ook een stukje lager is. Kan dat morgen al ingevoerd worden? Nee, dat kan morgen niet ingevoerd worden, want clubs hebben langlopende contracten met spelers. Dus dat kan niet. Je kan in 2016 voorzichtig beginnen met de invoering, om dan in 2019 op het maximale bedrag uit te komen. Dat geeft clubs de tijd om hun spelersalarissen aan te passen. Ze weten van tevoren dat ze de spelers netto minder kunnen betalen, dus na aftrek van die heffing. En dan hebben ze alle tijd om hun financiën op orde te houden. Dus het moet op de lange termijn. Wat gaat met dat geld gebeuren? Een deel van het geld zou je juist kunnen gebruiken om die schuldproblematiek op te lossen. De Spaanse clubs hebben op dit moment voor 4 miljard ongeveer aan schulden. Normaal gesproken zou de Spaanse overheid die gaat dan bijspringen. Maar dat vergroot de schuldenproblematiek van de Spaanse overheid. Dus eigenlijk moet je dat niet willen. Je zou kunnen zeggen, laat Europa daar nou voor verantwoordelijk zijn. Die helpt die clubs bij die schulden, gegeven dat ze natuurlijk zuinig worden. Maar dan vervolgens is in de toekomst een deel van die opbrengst van die heffing, met name betaald door de clubs dan die schulden hebben nu, die is ook voor de Europese Unie. Zodat de Europese Unie er inclusief rente ook nog wat geld aan overhoudt. Je weet zeker dat het lukt, want het voetbal blijft populair, dus die belasting gaat zeker geld opleveren. Dus dat is één mogelijkheid, maar voor de andere clubs ben ik zelf voor een sociale heffing. En dat betekent dat eigenlijk het geld bij de clubs blijft, onder voorwaarde dat ze het niet aan spelers besteden. Maar wel aan sociale projecten. Dat kan bijvoorbeeld hier in Twente scoren in de wijk zijn, waarmee FC Twente de schooluitval onder jongeren bestrijdt. Dat werkt fantastisch, omdat clubs hebben een geweldige uitstraling juist naar jongeren toe. Dus er is heel veel schooluitval hier ook in Twente bestreden. Er zijn allerlei andere sociale projecten en je zou ook kunnen zeggen het geld gaat naar amateurclubs in de regio. Dat zou dus een oplossing zijn. Daardoor maak je het voetbal socialer en komt het eigenlijk terug bij haar oorsprong. Want voetbal is gemaakt en grootgemaakt door vrijwilligers. En geef dat geld dus nou voor een deel terug aan vrijwilligers, dan komt het voetbal weer terug bij waar het begonnen is.